Dames en ook een aantal heren, welkom op de algemene ledenvergadering van de Zonnebloemafdeling Nederlek. Speciaal welkom van een aantal gasten vanavond. En dat zijn in eerste plaats van de regiobestuur, de voorzitter en de secretaris Hans Hogeboom en Jan Slootjes. Daar zitten daar achteraan. Hun reden is tweeërlei. Enerzijds voor een afscheid van Gina en van Loes, strak op de agenda. Maar ook inderdaad dat het regiobestuur ook weer langs de vergaderingen gaat, bij de afdelingen komt en dan dus gelijk kennis maakt en hoe gaat het daar. Dus dat is tweeërlei. Als Gina en Loes afscheid, dan denk je van nou, na zoveel jaar, 18... rond 14 jaar en dan mag het misschien een jaartje minder zijn, een jaartje meer, want de registratie bij de Zonnebloem was in die tijd nog niet helemaal loopzuiver. Dus we hebben dat later zoveel mogelijk gecorrigeerd. En dan probeer je op een namiddag eens even met een vel papier te kijken van ja, al die anekdotes, wat is er de revue gepasseerd. Nou, als ik dat allemaal zou gaan doen, dan zouden we hier nog een hele tijd zitten. Dus ik moet een aantal highlights eruit pikken, want ja, zoveel jaren know-how. Zonnebloemwerk, dat is eigenlijk te veel om dat in één keer allemaal te gaan benoemen. Maar Gina en Loes. Gina 18 jaar, Zonnebloem. Loes ruim 14 jaar. Een beetje de pioniers, noem ik ze maar, van de Zonnebloem hier in Nederlek. Begonnen in Krimpanderlek. Later Lekkerkerk geannexeerd, zeg ik het zomaar oneerbiedig. Gemeentelijk technisch heeft Lekkerkerk, geloof ik, Krimpanderlek geannexeerd. Misschien, maar goed, de Zonnebloem was het andersom. Later Nederlek. En ze hebben dadelijk dat vanaf het begin van de opbouw meegemaakt tot wat de Zonnebloem Nederlek nu is. En dat is niet niks. Laten we dat wel even wel noemen. Met een ruim 85 gasten, rond 35 vrijwilligers. Met een behoorlijk activiteitenprogramma ieder jaar. De meeste mensen kennen ons. En gelukkig daarvan. En dat is niet in de laatste plaats te danken, denk ik, aan Gina en aan Loes. Want het is echt verbazingwekkend. Als ik op een braderie sta, dan ik sta er wel, maar ik ben eigenlijk meer kraamvulling. Want Gina en Loes op Lekkerkerk, ze kennen iedereen en iedereen kent Loes. En dat is hetzelfde met de gasten. Twee vrijwilligers, bestuursleden, waarvan denk ik één ding belangrijk is. Bestuur is hartstikke mooi. Vrijwilligers zijn hartstikke mooi. Maar waar het bij hun om gaat, en het echte Zonnebloemwerk, en dat wil ik toch wel even benadrukken, dat zijn de gasten. Daar staan ze voor met heel hun hart. Dat is echt het Zonnebloemwerk en dat moet ik ze nageven. En ja, daar kun je heel veel van leren, zoals zij de gasten benaderen, hoe dat ze ermee omgaan en ervoor staan. Klaarstaan ten alle tijden. Gina en Loes, het punt is daar. Jullie hebben tijdens de nieuwjaar Sinterklaasviering al afscheid genomen van de gasten. Dat hebben we bewust zo gedaan. Omdat jullie zo dicht bij jullie gasten stonden. Dat hebben we daar gedaan. En toen hebben jullie uitgereikt en mochten jullie gaan eten. Ik weet niet of dat gebeurd is, maar een etentje is zoiets van, dat doe je. En daar heb je het misschien de volgende dag nog over en een week daarna en dan is het over. Ik denk, na al die jaren, en dat is iets speciaals. Zonnebloem heeft namelijk iets laten maken. En ik denk dat dat iets blijvends is. En dat wil ik jullie nu overhandigen. En ik hoop dat jullie op het moment dat dat bij jullie thuis staat, dat je daarmee nog eens vaak aan de Zonnebloem terugdenkt. En dan wil ik even aan Thea vragen om... Bij deze wil ik je dit overhandigen en ik zou zeggen van ja, ik ga er niet te veel van los. Pak het even uit. Dankjewel. Dankjewel. Veel succes. Dankjewel. Ik kom even achter je langs. Loes, hey, ook jij bedankt. Ook jij. Bijna ben ik klaar, ja. We staan nu echt met een mond vol tanden hoor. Ja, je bent geen moeite. Nee, maar nu wel hoor. Natuurlijk horen daar ook bloemen bij van de Zonnebloem natuurlijk. Oh, dankjewel. Ja, geweldig. Dankjewel. Dankjewel.
Oh, bedankt, hè. Weet jij wat het is? Ja, ik weet wat het is. Ik heb ze niet direct gezien, maar... Het symboliseert namelijk de uitgestoken en toegereikte hand van de zonnebloem. En die mensen ons toesteken. En ik denk dat het dit is. Dag kijkers, de gemeente Krimpen aan de Lek en de gemeente Lekkerkerk, die liggen niet ver van Rotterdam vandaan. De stad van geen woorden maar daden. Ja, en beleidsmakers, die hebben voornamelijk woorden. Maar in de zonnebloem, daar zijn er veel daden. En vanavond spreken we met twee dames die bij elkaar met z'n tweeën 34 jaar zich hebben ingezet voor de zonnebloem. Dames die de pioniers zijn van de zonnebloem. Maar voordat ik nou op de zonnebloem inga, ga ik eerst vragen ja, hoe de laatste weken zijn geweest. Want als je zo lang vrijwilliger bent, nou en zeker als je dat bij de zonnebloem doet, ja, dan is dat geen gewoon vrijwilligerswerk. En ja, begin even met China. China, wat was jouw drive? Ja, en hoe is de afgelopen week geweest? Zo van, ja, oké, punt gaat komen van vertrek. Nou, inderdaad, gaat zeker komen. Ja, ik heb echt slapeloze nachten gehad. En dat zal ik denk nog wel even hebben, want ik kan het niet zomaar even loslaten. Dat kan ik niet. Maar ik weet wel voor mezelf dat ik moet stoppen en dat doe ik dus ook. Maar ik kan het niet echt helemaal loslaten nog. Ik vind het nog wel een beetje moeilijk. Ja. Wat was nou destijds jouw drive? Heb je ook aan de basis gestaan van de zonnebloemier? Maar wat was jouw drive om daar ja, mee te starten hier? Nou, ik ben dus vanaf dag 1 dat de zonnebloemafdeling Krimpen aan de Lek in het verleden begonnen, van start gegaan is, ben ik dus begonnen. En ik ben 1 jaar vrijwilliger geweest en 17 jaar bestuurslid. En ik ben eraan begonnen dat ik, denk ik, een zwak voor oudere mensen heb. Daar ben mijn moeder is 91 geworden en daar had ik altijd heel erg mee te doen en dat is doorgewerkt naar andere mensen. Dus ik heb echt een zwak voor oudere mensen. Ik denk dat dat het idee is geweest dat ik daardoor begonnen ben bij de zonnebloem. Ja, Loes. Nou, ook heel veel jaren. Jij hebt natuurlijk prima geslapen hè, de afgelopen week. Je ging vertrekken. Ja. Hè? Het was, hoe was het bij jou? Want dat was echt niet zo. Want... Nou, eigenlijk al weken niet hoor. Ik heb er al maanden geleden al slapeloze nachten ook van gehad. Begonnen met de Sint, hè? Of niet doen. Daarvoor al, joh. Ja. Maar ja, die Sinterklaas, dat was natuurlijk iets aparts. Dat was eigenlijk je afscheid, hè? Ja, voor mij wel. Van mijn gasten dus. Ja. Als je al die mensen altijd al jaren door de telefoon... is niet zomaar even bellen, hoor. Hallo, mijn Loes van de Zonnebloem. En we hebben activiteit. Heb je zin om te komen? Dan is dat niet zomaar afgehandeld. Dat gaat dan echt wel soms een half uur duren, hoor, zo'n gesprek. Ja. Want die mensen willen de verhaal kwijt. Ja. Want die mensen hebben geen iemand waar ze dan zo tegen kunnen praten. Ik weet niet wat dat is. Maar ik heb dan altijd wel een luisterend oor voor gehad. En ik kon ze ook allemaal van gezicht en van naam. En ja, het zal best moeilijk worden. Ja. Dat wel. Ja. En daarom snap je dat ik er wel een slapeloze nacht van heb. Ja, toch? Ja, kan ik me goed voorstellen. Ja. En wat is jouw drive geweest om dit te gaan doen zo lang geleden? Oh, dat is nogal heel gauw gezegd. Dat kwam door mevrouw daar, Gina. Ja. Die kwam je tegen? Ja, mijn man ging altijd kaarten bij de vogeltjes en zo overal. En dat doet Gina nog steeds. En die deed dat ook altijd. En dan ging ik mijn man ophalen. En toen kwam ik Gina's tegen. En een praatje, zus en zo. Maar mijn moeder was toen al een paar jaar geleden gestorven. En wij verzorgden mijn vader toen. En zo'n praatje. Zegt ze, joh, heb je niks voor jou bij die zonnebloem? Ik zeg, nee Gina. Ik zeg, ik heb het druk zat met mijn vader nog. En nou, als het eigenlijk allemaal achter de rug is, als die man er niet meer is, dan moet je nog maar een keer aan mijn vestie trekken. Ja, dat moet je net tegen Rina zeggen natuurlijk. Dus dat was heel erg gauw gebeurd. En ja, dan zit je erbij. Ja. Nou, ja. Zo is het gegaan.
Ja, even terug. Ik doe het even om en om. Ja, ook voor de kijkers. Kan je een beetje uitleggen wat de kerndingen van de zonnebloem zijn? Wat de kerndingen van de zonnebloem zijn? Nou, het gaat dus om de ouderen. En dus echt alleenstaande mensen. We hebben het vanavond in de vergadering dan gehad over dus de doelgroep. We hebben dus 85 gasten. Maar van die 85 gasten zijn er een aantal wat wij noemen pretgasten. Die dus nog erg mobiel zijn. Die overal nog naartoe gaan. En die nog van alles doen en ondernemen. Maar die behoren dus niet eigenlijk tot onze doelgroep. Maar die zijn wel bij ons ingeschreven en ze zullen ook altijd bij ons ingeschreven blijven, want ze worden ook steeds ouder natuurlijk. Maar er zijn een aantal mensen die dus echt tot de doelgroep behoren en dat zijn echt hele eenzame mensen die echt alleen zijn. Die dus echt nergens meer naartoe gaan en die vinden het gewoon gezellig om een keer naar een koffiemiddag te gaan of wat dan ook. Dat vinden ze gewoon heerlijk. Dat is echt, ja, en daar doe je het voor. Ja, okay. Ja, Loes, wat voor soort vrijwilligers heeft de zonnebloem, en de zonnebloem hier, laten we het daar dan over hebben, in de toekomst nodig? En tweede vraag van, ja, wat levert het jou nou op? Dat bedoel ik natuurlijk niet in geld, want het kost je enkel geld. Ja, nee, maar wat, dan moet ik het maar psychisch tussen de oren. Dus één, ja, wat voor soort vrijwilligers? Jullie zijn van, zeg maar, de oude garde. Van een garde die al heel lang dit heeft gedaan. Maar als we nou kijken naar de toekomst. Wat voor soort vrijwilligers zou jullie er nou graag meer bij willen hebben dan nu het geval is? Ja, wat jonger natuurlijk. Want als je nu kijkt, zijn er heel veel ouderen bij. Ben ik hartstikke jong nog uiteindelijk. Ja. Die al weggaat. En ja, gezellige mensen. En mensen die gewoon kunnen praten met iemand. En die schik kennen maken. Niet alleen maar somber en nee. Maar gewoon, hè, echt gezellig. Ja. Ja, en dan kijk je wel eens naar Gerig hoor. Maar dan denk je, ja, die doen het goed. Ja. Want het is niet allemaal maar over vroeger praten. En die mensen willen het ook over nu en hele leuke dingen hebben. Ja, nou moet vrijwilligerswerk ook wat opleveren. Geen geld, natuurlijk. Maar wat levert het jou nou zelf als persoon op? Laat ik het dan zo noemen. Wat is dan de kern om het, daarmee iets te vertellen, om het aantrekkelijk te maken, ook voor anderen? Wat levert het jou op? Wat geeft het jou? Ja, het heeft mij heel veel genoegdoeningen opgeleverd van mensen die na zo'n middag, hè, wat heb ik er toch naar mijn zin gehad, zeggen ze dan. Of na een reisje van, hè, we hebben een mevrouw van 101 erbij. Die was toen nog nooit in Madurodam of zo geweest. Nee, dat was het jaar ervoor. En dan opeens dat men staat daar. En dan denk je, die is daar nooit geweest. En dan denk ik, dat hebben wij toch gedaan, dat zij daar geweest is. Zo prachtig. Ja. Nou, en dan denk ik, heb je toch mooi geflikt of niet? Ja. Hè? Ja. 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 Daar doe je het voor. Ja. Voor die mensen hoor, heus niet voor mijn eigen. Maar ik ben ook altijd heel blij als die koffiemiddag afgelopen is en alles is goed verlopen. We zijn niemand vergeten te halen en er is niets gebeurd. Dan denk ik, gelukkig. En dan zeggen ze bij mijn thuis altijd, moeders worden ook weer de oude, die is niet zo chagrijnig. Nee. Ja, je bent dan bek af, maar op een fijne manier, van iets leuks. Ja, maar je hebt er van tevoren toch best wel een beetje spanning van. En je zit alles maar te schrijven, want die niemand vergeten. Nee, hè? Precies. Wat kijk, dan, want we zijn wel eens iemand vergeten, hoor. Ja, ja. En toen waren we heel ver weg. Dat was, hoe heette dat daar? Floriade, geloof ik. Floriade. En toen waren we met een bus. En toen waren we dus een gast en een vrijwilliger vergeten. Oh. En wij zaten al in de bus. En toen kregen we opeens een telefoontje. Waar blijven jullie? Ja, waar zijn jullie? Ja, wij zaten al lang in de bus. Ja. Terug naar huis. Dus toen hebben we maar een taxi daar naartoe gestuurd. Nou ja. En wij zijn doorgegaan. Maar dat kost ons heel veel geld. Ja. Ja. Dus van die, denk ik, nooit meer iemand vergeten. Nee. Nou ja, dat is inderdaad een hele zorg. Ja. En dan toch even naar jullie toekomst. Dan valt er ineens een gat. Want als ik zo hoorde hoe jullie bezig waren, is dat niet iets van wat je eventjes doet en Loes, je belt een keertje. Nee, oké, je hebt mensen lang aan de telefoon, ze zijn er eventjes niet. De een moet dit doen, de ander moet zo doen. Het moet allemaal gecorrespondeerd worden, gecoördineerd, afgestemd. Er gaan dingen verkeerd. Veel tijd te zitten, en er valt er nu een gat.
En dan? Wat gaat China dan doen? Nou, er valt wel een gat voor mij. Maar in die zin, ik ga over 2 maanden naar de camping. In Brabant hebben wij een staakcaravan. En dan ga ik heel de zomer naartoe, tot oktober. En dan heb ik toch een iets ander leven als hier thuis. Dus dan denk ik dat ik er makkelijker mee om kan gaan. Nee. Als ik hier thuis ben, dan voel ik me er meer bij betrokken als dat ik daar ben. Ik zal er zeker aan denken, maar ik denk dat het voor mij een stukje makkelijker is als ik daar ben. Ja. Nou, Loes, ja, China gaat bijkomen op de camping. Ja. En jij? Nou, ik op mijn eigen camping. Ik woon aan de Meent en heb ik ook een soort camping. Ik heb kastjes en ik ben trouwens ook 3 maanden geleden oma geworden. Dus. Kijk eens aan. Kijk. Ja, dat is die jongere generatie, hè? Ja, die hoort dan niet bij de zonnebloem, maar het is wel eenzelfde soort taak. Ook iets wat je gewoon met liefde doet. En ik heb 2 hondjes en een man en dochters, dus ik ga mijn tomaatjes weer straks zaaien. Nou ja. Kom wel terecht, mijn Loes. Ja, volop bezig met zorgtaken. Daarom. Ja. Wel, kijk eens, we hebben ja, nu eigenlijk een hele praktische vertaling, zo noem ik het dan maar even, gehoord wat in dure beleidsnota staat, wat allerlei mensen roepen. De WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, waar we allemaal mee te maken krijgen als we ouder worden. De participatiewet. Nou, 65 jaar geleden heb ik gelezen, is er al iemand, ik ben zijn naam vergeten van die meneer, maar toen is de zonnebloem opgericht. Alex van Waaienberg. Oké, Alex van Weijenberg, dan weet ik dat ook weer. Maar zo lang geleden is dat al begonnen. En eigenlijk, ja, wat al die mensen, die ambtenaren en die politici dan roepen, dat is hier in de gemeente Nederlek waargemaakt door Gina en Loes. Hartstikke bedankt en veel succes verder in jullie vrije tijd. Dank je. Graag gedaan. Dank je wel.